Waar ben ik? Oh, we hebben publiek. Hallo. Ik ben Constant Huygens. En ik ben geboren op 4 september 1596. Ik ben gestorven op 28 maart 1687. Ik ben bekend van onder andere dicht en diplomatiek. En een van mijn belangrijkste ideeën is spelenderwijs leren. Tegenwoordig ben ik nog bekend als een groot dichter. En ik ben ook nog bekend als de secretaris van twee prinsen van Oranje. Ook is nog een literaire prijs naar mij vernoemd, namelijk de Constantijn Huygensprijs. Ik heb veel contact gehad met andere dichters. En ik heb ook veel gedichten samen met ze geschreven. Ik heb vooral veel samen geschreven met Anna Roemers-Visscher en Pieter Cornelisszoon Hooft. Hooft en ik probeerden elkaar uiteindelijk constant te overtreffen met gedichten. Ik schrijf vaak over het dagelijks leven. Of over een ander type volk. Ook schrijf ik veel over liefde en over de kerk. Maar ik schrijf ook gedichten waarin ik negatief denk over de mode en de tijd waarin ik leef. Mijn gedichten worden voornamelijk gelezen door het gewone volk. Maar ik schrijf ook gedichten naar andere dichters. Het gewone volk kon sommige gedichten dus pas later lezen. Er is geen definitief oordeel over wat mijn beste gedicht is, omdat het erg afhangt aan de smaak van de persoon. Wel zeggen de meeste mensen dat Vitalium, Hofwijk, Hofstede van den Heren van Zeugum onder Voorburg mijn bekendste dicht benoemd is. Ik pas heel erg goed in het tijdperk van de Renaissance. Omdat ik na schrijver zijn ook nog een geleerde was. In de Renaissance kwam dit best vaak voor. Ook heb ik veel voor de literatuur betekend, met mijn gedichten. Maar met mijn talenkennis ben ik ook diplomaat geworden. Ook ben ik nog een componist en een architect geweest. Je kunt goed zien dat mijn gedichten uit de Renaissance komen, omdat ik in mijn gedichten bijvoorbeeld wel eens wat Latijn gebruik. Ook was de invloed van de wetenschap groot in de Renaissance en in mijn gedichten kun je dit dus ook terugzien. Bijvoorbeeld in dit gedicht. In dit gedicht gebruik ik een aantal Latijnse woorden, namelijk braaf, pultrum en corpus. De cirkeltjes laten zien waar ze staan in het gedicht. In dit gedicht verwijs ik naar een horloge. In mijn tijd was dit een luxe product en verwant aan de wetenschap. Ook kun je zien dat ik best rijk was, want mijn zoon had zo'n horloge. Deze tekst rijmt volgens het rijmschema ABBA-CACADD. Dit kun je zien aan de cirkels in het gedicht. In dit stukje verwijs ik naar een aantal zaken in de maatschappij. Ik heb het bijvoorbeeld over God en geesten. En ik heb het over een horloge. Hier gaat het erover dat ik heel veel boeken lees. Dit doe ik namelijk om inspiratie op te doen. Ik lees zelfs zoveel dat mijn vrouw denkt dat ik meer aandacht aan haar zou besteden als het een boek was. Deze tekst rijmt volgens het rijmschema AABBCCDD. Dit zie je terug in de cirkels bij de tekst. In verwijzing naar de maatschappij die ik hier maak, is die naar een almanak. Dit is een boek met rekenformules.
Het is een typisch oud boek. En de schrijfstijl is ook een verwijzing. Bijvoorbeeld het woord goe is een typisch oud Nederlands woord. Zo, volgens mij hebben jullie weer genoeg over mij geleerd vandaag. Ik ga weer lekker rusten in mijn graf. Doei!